Zij is zo'n bitch. Ah, nee, helemaal niet. Ik ben gewoon fanatiek. Oh, doe rustig aan! Ik moet echt deze winnen, Jay. Oh, ik pis op mijn broek. De prijs voor dit seizoen is anders. We gaan next level. Als je als Hoodie Girl een challenge wint, dan krijg je €250. Dit is Hoodie Girls. Lieve Hoodie Girls, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Zijn jullie een beetje bijgekomen van vorige week? Ja? Ja? Ik heb er zoveel zin in. Het nieuwe seizoen. En ik heb er zoveel zin in. Ik ben helemaal warm gedraaid. We zitten hier bij City Skydive in Utrecht. En ja, dan zie ik jullie al kijken. Vandaag gaan we skydiven. Yes! Oh my god. Dit is toch fucking vet? Indoor fucking skydive! Ik heb natuurlijk al 2 keer gesprongen in Nederland en in Dubai. Dus ik denk niet dat dit heel lastig voor me gaat zijn vandaag. Nee, we gaan niet skydiven vandaag. Dat gaan we niet doen. Natuurlijk. Jullie gaan zo meteen plaatsnemen, ons de beurt, in de windtunnel. En om jullie heen vliegen er verschillende ballen. In die windtunnel gaan jullie om de beurt 5 sommen oplossen. Oh my god. Nee. Op die ballen staan natuurlijk nummers vermeld. Oh, natuurlijk. Die nummers, dat zijn de antwoorden van de vragen. De Hoodie Girl die de antwoorden als snelst geeft binnen de tijd, die wint deze challenge. Onder druk en dan ook nog rekenen in zo'n windtunnel? Ik kan niet zo goed rekenen. Nee. Wanneer ik onder druk moet gaan rekenen, dan werkt mijn hoofd ineens niet meer en dan heb ik gewoon een blackout. Ik kijk jou aan, Marie. Volgens mij is dit wel even jouw sterkste kanten. Nou ja, rekenen ben ik niet altijd goed in. Ligt er een beetje aan of het met je hoofd van me zijn, maar ik zit er niet verkeerd. Ik ben niet de slechtste, maar ik ben wel de beste bij de meiden met hoofdrekenen, dus dit wordt best makkelijk. Marie is fucking slim en ik ben fucking dom. Marijn, hoe was je vroeger op school met rekenen? Ik gebruik best wel vaak mijn rekenmachine, dat is denk ik het probleem. Jij kijkt me heel paniekerig aan nu. Ja man, ik zie het wel. Lieve Hoodie Girls, het is tijd voor de challenge. Wie wilt er als eerst? Ik wil als eerst. Ja? Ja. Dat gaan we niet doen. What the fuck? Ik wou super graag als eerste, zegt Wasima. Dat gaat niet gebeuren. We gaan het steen, papier, schaar. Oké. Okay. Dat is wat we gaan doen. Ja, okay. Okay. Steen, papier, schaar. Oké, tussen jullie. Kom maar heen, dan ga ik wel als eerste. Yes, super! Nou Wasima, echt wel, want ik win die steen, papier, schaar. Ik ben heel erg benieuwd hoe je het gaat doen. De Hoodie Girl die als snelste vandaag is, die wint deze challenge. Je mag gaan plaatsnemen, Marijn. En ze neemt een aanloop, ze vliegt naar boven en ik denk, hey, jij hebt dit eerder gedaan, wijfie. Oh, wow. Oh my god, ze vliegt er aan. Ja, zij zei toch dat ze dit nog nooit had gedaan? Ja. Ik heb dit 2 keer eerder gedaan en het ging me heel goed af. Dus deze challenge wordt peanuts. Marijn, we gaan beginnen. Ik sta tussen de ADHD-ballen, de ene vliegt omhoog, de andere trilt op de grond. En Wasima doet dat bord omhoog en ik denk, fuck. Komt-ie! Ah. Shit, denk na. Focus. Nou, ik zie haar denken. Lucht in. 72 gedeeld door 8 keer 3. 27. Nou, ze heeft het antwoord. Goed hoor. Marijn, sterk. Ik zie haar kijken en met een paar seconden heeft ze de eerste al. En ze gaat er zo rap doorheen. En ik denk, kut, dit wordt nog best lastig vandaag. Het gaat er wel beter af dan de Marokkaanse woorden. De Arabische woorden dit. Nee. Kom maar Marijn, kom maar. 2:30. 10. Ik ben al lost man. Ik weet niet wat je allemaal zegt. 2 minuten zijn al voorbij. 2 minuten zijn al voorbij. Ik ren als een biel achter die ballen aan. Nou ja, als ik hem dus bijna heb, dan vliegt hij weer omhoog. Het wordt helemaal gek. Ze is bij de derde. De tweede die spitsen. Nou, netjes. Heel netjes. We gaan door naar de 4e som. We zitten al op de 3 minuten, Marijn. Hans, het goede antwoord. Ja.
eerste 5 minuten zijn voorbij. Goed. Goed. Ze is op zoek naar een getal. Welk getal? Komt ze met het juiste antwoord? Even kijken. De laatste som. De laatste som. Ik dacht, ik weet deze som niet. Ik pak alle ballen die ik kan vinden en ik laat het zien. Want wie weet zit hier ertussen, hè? Kom maar, kom maar, kom maar. Oeh. 3 minuten, Marijn. Werkte niet, nee. En toen 3, 2, 1. Stop de tijd, Marijn. Kom, kom erbij, kom. En ze heeft de laatste niet. Jongens, ik heb absoluut nog kans zometeen. Oh my god. Echt ongelooflijk dit. Die laatste som, daar liep je een beetje bij vast. Ik dacht 7 plus 3 en dan 5 keer 4. Wat moet ik dan met die komma doen? Dus ik dacht 10, 20. 10 plus 20 is 30. Okay. Daarom zat ik daar de hele tijd mee. Maar het was dus 3,5. Nou, ik moet je zeggen, je hebt het ontzettend goed echt? Gedaan. Ja, echt. Ik dacht, dat gaat verschrikkelijk. Nee, blijf dat vertrouwen in jezelf houden. Okay. Want die zegt dat Marie en Jane het sneller gaan doen. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij het gaat doen, Marie. Ik ook. Doe maar rustig aan. Ik voelde het al. Ik zag jou kijken. Ja. De beurt is aan jou. Oh. Oké, okay. Ik ben heel benieuwd. Je mag je gaan klaarmaken. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Ik wil niet hoog in de lucht zitten als Marijn. Hij doet zo een klein stukje. Ik zeg oké. Okay. Bam, we vliegen helemaal omhoog. Ik denk, fuck you. Over. Dat kind dat begint te vliegen overal. En je ziet haar gezicht alle kanten op gaan. Ze vindt het echt niet leuk. Marie, gaat goed? Dan gaan we beginnen in 3, 2, 1. Oké. Oh, 2, ja. Die ballen mogen wel iets meer omhoog, hè? Oh, Marijn. Ja. Maar jou waren ze ook zo, hoor. Nee, helemaal voor jou niet. Nee, er hingen echt zoveel niet. Ja, paar. Maar jou waren ze ook zo. Ik ben gewoon even fanatiek. Ik wil deze winnen. Oh my god. Jongen, haar gezicht is zo grappig, joh. Ja. Dat had jij niet zo. Oh, ja. Wind, sommen, ballen, het is heel veel. Het gaat van 1 naar 3 naar 5. Ik weet, ja, die laatste is 23 inderdaad. Hoe doet ze het? Ja, ik vind het moeilijk in te schatten. Ze doet het echt goed. Kijk, ze is helemaal aan het panieken. Vind je leuk, hè? Ja. Ja, klopt. 23. 23 is check. Ah, shit man. Hoeveel moet ze nog? Ze heeft er eentje goed, toch? Oh my god. Ja. 9. Oké. Is het? Welke? Ja. Eerste. 22. Klopt. Marie, dit is je laatste. Ze was 5 minuten bezig en ze moest nog 1 som. Dus ik was helemaal paranoia aan het worden. Ik denk, dit gaat mij niet gebeuren. Jane, ik moet winnen, deze. Ik moet winnen. Oh, volgens mij. Doe niet heeft allemaal. Het antwoord in het stil, jongen. Nee. Dat kind begint weer te tetteren. Pakken. Doet echt deze winnen, Jane. Hey. Kijk maar op. Yes. Hij zit nu daar helemaal boven. Zij is zo'n bitch. Nee, helemaal niet. Ik ben gewoon fanatiek. Bij mij zetten die ballen ook allemaal hoog. Kijk, dit is goed. Deze meid. Oh, doe rustig aan! Sorry. Ik moet. Hoeveel minuten zitten we? Ik zie die bal voorbij vliegen. Ik zeg, Marie, het is die bal. Pak die fucking bal. Nee. Stop de tijd. En de wind stopt. En dan snap ik het al. Dit is mijn cue. Het is klaar. Ik hoop zo dat Marie sneller is als Marijn. Ik wist hem wel, maar ik zag hem niet. Het was kielen met mij en Marie, want Marie was echt lang met de laatste bezig. Maar of ik was er net boven of net onder. Lastig. Ik zag of 32 of 34, ik zag ze beide niet, joh. Ik zat te kijken en ik de zag roze ze bal vliegen. Hè? De roze bal 34 vloog continu om je heen. Ik zag en het niet, joh. En die 33 zien,
Je ging naar 30. Ja, omdat ik wist dat het niet was. Ik wist of 32 of 34, maar ik kon ze beide gewoon niet zien. En je ging op een tempo. Je was 5 minuten en toen moest je nog maar 1. Ik dacht, het gaat nooit lukken. Ik ben verloren. Hoe voelt het? Ja, echt super ruk. Ik weet sowieso dat ik sneller was met de eerste 4 sommen met Marijn. Marijn had de laatste som niet, ik had de laatste som niet. Dus hopelijk heeft Jane ook de laatste som niet, dat ze misschien daarop rekenen. Nou, ik stap die cabine in en ik denk, oh, daar gaan we. Mijn ondergang. Oh, zo. Ik wist het. Oh. Nee. Ja, nu weer. Ja hoor. Ja hoor. Hey, als je wil knuffelen, kan ze het ook vast. Ze moet die handen. Ze moet die handen. Ja, hij staat de hele tijd zo bij me. Wil, ik zeg, ja, doe iets. Maar niet dat. Ja, en ze loopt een beetje te fladderen en hier. En ze knuffelt die gozer nog van, oh, ik vind het zo eng. Nou jongens, dit is helemaal de ding natuurlijk. Jane, ben je er klaar voor? 3, 2, 1. Hey, goed. Wow, oké, hallo. Dit was niet de afspraak. Kijk naar de bord. Deze sommen denk ik in groep 3. Tuurlijk kan ze dat natuurlijk. Ik snap dat je misschien het niveau omlaag wil brengen, maar dat is oneerlijk. Daar, kom daar. Ja, ze staat gewoon voor haar. Oké, ja, stop met meisje. Ja, wat doe je nou? Ik ben gewoon professor aan het helpen. Oeps. Nou. Ik wil het toch echt zien. Ja. Ja, klopt. We gaan door. 3. Ja, klopt. 30. Ga door naar de 4e. Ze heeft de 1e goed, ze heeft de 2e goed, ze heeft de 3e goed. Ze gaat echt als een speer. Kijken. Oh, nee, zo maar dit is de hoeveel minuten zitten nou? De laatste. Nee. Oh, nee, waarom blijft hij rot op de grond? Hij zit nu voor hem. Heeft ze hem? Heeft ze hem? Stop de tijd. Jason. Ja, het is hem niet voor mij vandaag. Hoelie girls, ik zie gespannen koppies. De uitslag is als volgt. Marijn, jij begon aan deze challenge. Jouw tijd is 10 minuten en 7 seconden. Daarna was jij, Marie. Jouw tijd is 10 minuten en 5 seconden. Oeh. En dan kijk ik jou aan, Jane. Jij was als laatste. Ik dacht dat je niet goed was in rekenen, want jouw tijd was 8 minuten en 19 seconden. 205 euro in de pocket stacks. En de winnaar is Jane. Deze ga ik wel onthouden om deze even af te pakken, want dit was niet eerlijk. Ik had die moeten winnen. Hoelie girls, het is tijd om even bij te komen. Yes. En volgende week zie ik jullie heel graag weer. Dus voor de volgende challenge, bereid je goed voor. Kom rustig bij, want dan zie ik jullie dan. En ik hoop dat ik jou dan ook weer zie. Volgende week is het tijd voor een nieuwe aflevering samen met de Hoelie girls. De spanning is tot hier. We gaan even bijkomen. Dan zie ik jou volgende week weer. Laat even weten of jij team Marijn bent, team Marie of team Jane. Ik zie jou volgende week weer samen met de Hoelie girls. Tot dan!